Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. In het algemeen trekt er vrij veel bewolking over Nederland. Soms zit er nog een klein gaatje in en schijnt de zon even. Maar er gaan ook weer buien vallen. Dat zal het eerst in Zeeland zijn, vanochtend al, met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag loopt het kwik nog wat verder op en kan het in het zuidoosten lokaal nog 20 graden worden. Maar de kans op buien neemt ook toe en die zijn vooral in het zuidoosten en oosten van het land wat pittiger. Vanavond mogelijk zelfs met onweer. Wind waait matig tot vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. Later vanavond wordt het van het westen uit langzaamaan weer droog. En in de nacht stelt neerslag weinig voor, kan het lokaal ook wat nevelig worden. En dan morgen gewoon wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien. Eerst in het westen, later ook in het oosten van het land. Tussendoor af en toe zon. 15 tot 17 graden. En dat wisselvallige weer houden we eigenlijk een groot deel van de komende week vast. Donderdag heeft bewolking tamelijk de overhand. Met in de loop van de dag regenachtig weer. Vrijdag weer een paar buien, net als zaterdag. En de temperatuur op deze dagen tussen 14 en 17 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.